Ja, dit beeld kennen jullie ongetwijfeld van het voorbije Super WK in Glasgow, de wegrit. Mathieu van der Poel won met deze helm op zijn hoofd de Abus Game Changer 2.0. En die is volledig vernieuwd. Dit is de oude Game Changer uit 2018. En de 2.0 is uiteraard een update van die versie. Abus kennen we voornamelijk van de kwalitatieve fietssloten. Maar wat die Duitse fabrikant de voorbije 5 jaar heeft gerealiseerd met zijn helmensegment, is toch wel straffe kost. Game Changer, Airbreaker, Stormchaser hebben allemaal een hele goede reputatie. Als je dan kijkt naar die Aero helm, de Game Changer, en de 2.0, er is wel wat veranderd. De helm is meer aero geworden, de vorm is veranderd, is iets meer uitgerekt en achteraan helt de schelp iets steiler naar achteren. Alles samen zou dit een 5% meer aero zijn. Marketeers schermen natuurlijk heel graag met percentages en men zegt bijvoorbeeld van deze Game Changer 2.0 dat hij 22% beter is in ventilerend vermogen dan de oude Game Changer. Waar zit het dan bijvoorbeeld? Die haaienvinnen, dat motief hier of die structuur in de helm is er opnieuw bij. Die zijn vlak, waardoor je bij rechtop zittend dat er geen luchtstroom is, maar dat is normaal. Maar als je in de beugel zit, komt er wel luchtstroom binnen. Er is ook dit opvallende roostertje, dat was er vroeger niet. Zorgt ook voor een betere ventilatie. En binnenin de helm zijn de gleuven ook iets dieper en is de airflow iets beter verzorgd. Dan nog een woordje over het comfort van de helm. Die is super comfortabel, die Game Changer 2.0. Het is ook geen toeval dat ik vroeger ook altijd makkelijk greep naar die Game Changer. Comfort is echt wel intact gebleven. Verder nog twee zaakjes. De riempjes zitten super comfortabel en makkelijk. En achteraan kan je je fietsbril gaan parkeren in deze gleuven. Comfortabel, jazeker. Aerodynamisch, ongetwijfeld. Mooi afgewerkt, mooier afgewerkt dan de oorspronkelijke Game Changer. Dat ook zeker. Gewicht is ook nog een puntje. Haal er een weegschaal bij. Tadaa. We gaan eventjes de oude Game Changer wegen. Komt op 250 gram. En dan de Game Changer 2.0 komt op 279 gram. Dus de nieuwe Game Changer weegt 29 gram zwaarder dan de oude. De nieuwe Game Changer 2.0 kost 249,95 euro en is verkrijgbaar in dit mat wit, maar ook in heel vele andere toffe kleurtjes. De MIPS-uitvoering, daar betaal je 50 euro extra voor. En gewoon om te besluiten, is deze helm een aanrader? Absoluut.